Adrie Koster, 3 punten pakken bij AZ, dat moet een heel goed gevoel geven. Ja, dat geeft een ontzettend goed gevoel. En dat hadden we ook nodig, hè, gezien de stand op de ranglijst. Was een overwinning welkom. En vorige week hebben we dat niet gedaan tegen Vitesse. En waren wij niet een goede doen, vond ik. En vandaag heb ik een andere ploeg gezien die knokte voor elkaar en als team echt goed gefunctioneerd heeft. En dan zie je dat er ook resultaat te halen is. Is dan ook extra lekker dat die goal zo vroeg valt, dat je zo vroeg op voorsprong komt? Ja, dat kan een voordeel zijn. En, misschien dat dan AZ wat moet forceren. Maar ja, goed, ze hebben daar nog bijna 90 minuten voor, want het doelpunt viel vrij snel. Maar ze waren toch niet bij macht om het ons echt heel lastig te maken. Ze hebben wel een paar momenten gehad, daar moet je ook heel reëel in zijn. En Wellen Reuter stond ook een goede wedstrijd te keepen. Dus op die manier bleven we wel in de wedstrijd en kregen we onze momenten. En die momenten die hebben we gewoon fantastisch afgemaakt. Die tweede die je maakt, als Willem II zijn, die tweede goal, daar moet je als trainer volgens mij ook wel heel blij mee zijn. Hoe die valt, hoe die gemaakt wordt. Ja, tuurlijk. Maar je weet op het moment dat je zo speelt, dat er altijd momenten zijn dat het bij hun niet lukt dat ze de bal inleveren en dat wij het goed uit kunnen spelen. En dat, die momenten die hebben we vandaag ook weer gehad. En dan is het toch goed dat we die afmaken en dat we met de 3 punten naar huis gaan. En dan zie je ook dat het een team is, want ja, er zijn zat spelers misschien die in het moment van Donis voor zichzelf gaan. Bij de 2-0. Hij legt hem af op Fran, alleen op de keeper. Ja, oké. Okay. Nee, dat was perfect uitgespeeld. En denk in het teambelang. Wie staat er beter voor? En maak het elkaar makkelijk. En ga met 3 punten naar huis. En als je dat op die manier doet, dan doe je het gewoon heel goed. Als je die tweede helft kijkt, voor het publiek niet het leukste. Maar voor jullie volgens mij, ja, 2-0 voorsprong is prima. Vasthouden en punten meenemen. Ja, vasthouden. Loeren op die derde. Die mogelijkheid die hebben we gehad. En je zag toch dat het ook bij Vitesse een beetje de moed in de schoenen zakte. En ze er ook niet echt in geloofden. En dan sleep je de overwinning eruit. Hoe belangrijk is het nu om volgende week weer een resultaat in te zetten? Dat je een keer iets van een soort serie neerzet? Dat wil je natuurlijk altijd. En daar zullen we vol voor gaan. En of dat dan lukt, dat is iets anders. Hè? Dat weet je niet. Soms pak je punten bij ploegen waarvan je denkt, nou, dat wordt een hele moeilijke. Dat wordt heel moeilijk. En dan pak je de punten. En er zullen ook wedstrijden tussen. En dan denk je, nou moet je doorpakken. En dan pak je ze niet. Maar het zou wel heel mooi zijn als je een serietje neer kon zetten natuurlijk. En hoe lekker is het als trainer om Frans Sol in je team te hebben, die er nu toch alweer 12 in heeft liggen? Ja. Nou ja, hij is natuurlijk heel belangrijk voor onze ploeg. Maar goed, je doet het als team en hij kan ook functioneren omdat het team het goed gedaan heeft vandaag. En dan komt hij ook goed tot zijn recht. Nu vooral een lekkere terugreis naar Tilburg vanuit hier. Zeker.